Leuk dat je kijkt naar een video van Bibliotheek Kennemerwaard. Wij denken dat het tijd is voor een beetje actie. Want nu alle voetbal, volleybal en hockeytrainingen niet doorgaan, moeten we zorgen dat we thuis fit blijven. Daarom, boeken dicht, tijd voor de huiswerk-workout. Boeken wel in de buurt houden, want die heb je nodig. De warming-up. Neem twee boeken in je handen en hef ze op tot boven je hoofd. Schouders, je knieën en je tenen. Hoofd, schouders, knieën, tenen. Dat kan sneller. En misschien kan je ook wel wat zwaardere boeken uit de kast pakken. Opdracht 2. De boekenplank. Voor deze opdracht ga je op de grond liggen. Kijk zo. En je houdt je lijf zo stijf als een plank. Lukt dat? Misschien kan je wel iemand vragen om jouw boekenlegger te spelen. Dan legt hij wat boeken op je rug. Dat maakt het een beetje zwaarder. Of misschien kan hij wel een boekensteuntje voor je maken onder je billen. Dan wordt het een stuk makkelijker. Oefening 3. Volleybal, voetbal, boekbal. Nooit van gehoord? Het is heel makkelijk hoor. Pak allebei een boek met een harde kaft en een balletje. Of misschien een gummetje. Dat werkt ook wel. En je gaat 1,5 meter uit elkaar staan. We weten inmiddels allemaal hoe ver dat is. En dan sla je het balletje gewoon over. Ja, precies, zo. Nou, dat lukt al aardig, hè? Oh, je vindt het een beetje op tennis lijken. Ja, dat kan wel kloppen. Misschien is dit wel een goede gelegenheid om je backhand te oefenen. Je boekhand. Nou, we zijn al aardig bezig. En na het sporten is een cooling down belangrijk. Daarom wat yoga oefeningen. Ga in kleermaker zitten op de grond zitten. Neem een boek tussen je handen en klem ze voor je borst. Sluit je ogen en adem diep in en uit. In en uit. In en uit. Hé, wat doe jij nou? Dit was onze eerste huiswerk-workout. Weet jij ook nog leuke sporten die je zou kunnen doen met een boek? Of met boeken? Veel succes en plezier. En blijf gezond, hè?